Goedemorgen allemaal. Ik ga jullie vandaag meenemen naar een conditietraining en naar een mattraining. Aangezien ik binnenkort een wedstrijd heb in Parijs, moet ik nog een beetje afvallen. Nog 2,5 kilo. Dus moet ik me altijd heel dik aankleden. En dan ga ik bij mijn ouders op de loopband even flink een paar sprintjes trekken. En vanavond heb ik op de mat ook een halve sessie klaarstaan. Dus als allereerste ga ik de konijntjes verzorgen en dan ga ik onderweg naar mijn ouders toe. Nou, dit was het eerste gedeelte van de training. Het is gewoon 20 minuten rennen op 10 kilometer snelheid. Nu eventjes een beetje rust pakken en daarna komen de sprintjes. Nou, na mijn ochtendtraining hebben we dus lunch gehad en gedoucht. Toen hebben we nog een middagdutje gedaan. Dat doe ik meestal tussen de trainingen door. Zodat ik een beetje weer op energie kom. Nu is het ondertussen avond en ga ik beginnen aan mijn avondtraining. En ja, dan neem ik jullie mee de mat op. Tot zo. Zoals jullie kunnen zien, mijn eerste gedeelte van de training bestond uit technieken. En het tweede gedeelte bestond uit sparren. Dus ik heb samen met mijn vriend even een sparwedstrijdje gedaan. En zoals jullie kunnen zien, kon ik helaas niet winnen. Maar ja, op het einde deed ik nog wat van touwtjes springen. Dat helpt mij ook voor de conditie en natuurlijk voor het afvallen dat ik moet voor het komende toernooi in Parijs. Nu voor de... Nou, dat was het voor vandaag. Ik lig nu lekker in bed. Ik ga naar goede tijden kijken en naar slapen. Morgen vroeg staat om 6:30 de wekker en dan ga ik zwemmen. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om vandaag met mij mee te gaan. En dat jullie een beetje inzicht hebben gekregen in ja, wat ik zo op een dag doe. En wat worstelen een beetje inhoudt. Nou, slaap lekker en doei!